Op 4 mei herdenken we de slachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. De provincie Flevoland is dit jaar gastheer voor de Nationale Viering Bevrijding. En het thema voor dit jaar is In Vrijheid Kiezen. Nou heb ik het genoegen om in aanloop naar die viering van 5 mei een gesprek te voeren met 8 mensen die een link hebben met de provincie Flevoland en die iets vinden van het thema In Vrijheid Kiezen. Vandaag zetten we onze stoelen neer in Almere. Boris. Hallo, Tom. Ga zitten, Tom. Mijn naam is Tom Nauta. Ik ben teamchef in Almere Buitenhout, teamchef van een basisteam. En binnen Flevoland heb ik daar ook nog een portefeuille, de kracht van het verschil. Wilde je altijd al bij de politie? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik opgeleid om boer te worden. Ja. En nou, in de jaren 80, toen dat was, kreeg ik het fenomeen superheffing. En kwam het op neer dat ik daar geen werk in kon vinden en dus een alternatief gezocht heb. En dat is bij mij de politie geworden. Tom, Friesland of Almere? Friesland. Wat trekt je aan in het werk dat je doet? Wat me aantrekt is dat ik sowieso een hele grote interesse in mensen heb. Van hoe komt het dat mensen doen wat ze doen? Wat maakt het dat de menselijke geest bepaalde zaken laat gebeuren? Terwijl je dat soms helemaal niet wil en dat het toch gebeurt. En om daar de vinger achter te krijgen, dat is gewoon waanzinnig interessant. En binnen de politie werk je de hele dag met mensen, voor mensen, soms tegen mensen. Dus. Je had ook psycholoog kunnen worden, bij wijze van spreken. Ja, maar dan had ik moeten gaan studeren en daar had ik niet zo heel veel zin in. Wat is de rol van de politie in het waarborgen van de vrijheid van mensen? Ja, de politie behoort neutraal te zijn. Je hebt natuurlijk je normen en waarden van je organisatie. Die moeten neutraliteit waarborgen. Mm-hmm. Maar er werken allemaal mensen in. En mensen hebben ook een eigen waarde in de normen en overtuigingen. En je ziet dat dat heel lastig is. Op het moment dat we dit soort discussies bij ons aan de koffietafel hebben. Mm-hmm. Dan loop je kan de mensen boos worden. Omdat je aan hun waarden en normen komt die persoonlijk zijn. En dat is heel wat anders dan de waarden en normen die de nationale politie voorstaat. En dat is altijd het snijvlak waar wij discussies over hebben en waar wij proberen in te steken. Waar ik als teamchef probeer in te steken om dingen bespreekbaar te krijgen. Op straat of op kantoor? Op straat. Je bent pas geleden naar de première geweest, de voorpremière geweest van een documentaire. Dat klopt. Verdacht? Ja. Het is gewoon bijna iedere dag. Echt bijna iedere dag. Dan stop politie. Nu valt het wel mee. Nu is het misschien 1 keer, 2 keer in de week of zo. Ik heb het niet bijgehouden, maar het is heel vaak. Ik werd uitgenodigd door Avendi om daarbij aanwezig te zijn namens de politie. En die uitnodiging heb ik met 2 handen aangepakt. Omdat ik denk, hier valt wat in gezamenlijkheid te verdienen. Waar ging die documentaire over? De documentaire gaat over dat 14 mensen vertellen welke ervaring ze hebben met de politie. En die is gespitst op etnisch profileren. Ja. Vroeg me echt eigenlijk van, hey, heeft het hier en hiermee te maken? De verkeerde huidskleur in combinatie met een blijkbaar verkeerd loopje. Hij zegt, je mag hier niet in je auto zitten. Uw auto viel ons op. Er zijn 14 mensen die hebben zich etnisch geprofileerd gevoeld op verschillende manieren. En dat wordt op een hele pakkende manier in de camera verteld. Omdat ik de bocht te snel zou hebben genomen. Kunt u mij vertellen op basis van welk feit? Dan begonnen ze allemaal op me in te slaan. Heb je nu eens een aapje? En dat zijn verhalen waarvan de rillingen over je lijf lopen. Kwam dat bij jou binnen? De verhalen zijn schokkend. En wat je daarmee ziet is dat mensen echt een hele slechte ervaring hebben. Wat ze zo hebben ervaren in ieder geval. Mm-hmm. En mij werd de kans gegeven om daarop te reageren. En het enige wat ik kon zeggen van als dit inderdaad zo gebeurd is zoals het aan de camera wordt verteld. Mm-hmm. Is dat schokkend en is dat gewoon niet goed. Ja, maar wat doet dat met jou? Wat wist jij dit? Daar baal ik van. En daar schaam ik me voor. Op kanker. En ik zeg nou jongens, als het zo moet dan geef ik me wel over. Je bent verdachte. En natuurlijk weet ik dat mensen zich soms etnisch geprofileerd voelen. Het is maar de vraag of het ook gebeurt. En daar moet je een dialoog voor over aangaan om dat eruit te halen. Maar, doet dat toe? Of wat verandert er aan de discussie of het daadwerkelijk gebeurt? Of aan nee, daar verandert er eigenlijk niks aan. Want op het moment dat men zich etnisch geprofileerd voelt, is dat de waarheid van de mensen op dat moment. Mm-hmm. En daar moet je wat mee doen. Het uiten van een sterke mening of een luisterend oor? Luisterend oor. Moet je het met elkaar eens zijn? Nee, beslist niet. Het is juist mooi dat je mensen hebt die andere inzichten hebben. Want daarmee kun je ook de dialoog die ik voorsta proberen te bereiken. Kijk, als het een discussie wordt, dan loop je de kans dat het dan wel eens niet eens discussie gaat worden. En dan ga je die polarisatie eigenlijk meteen weer in de hand helpen. En je moet ook accepteren dat mensen soms er anders over denken. Ja, dus je hoeft het niet met elkaar eens te zijn? Nee.
Beslist niet. Want overal waar wrijving is, komt glans. En kun je de mooiste resultaten krijgen. Als je elkaar respecteert. Vrijheid of veiligheid? Vrijheid. We moeten verbinding vinden met elkaar. Alleen vanuit verbinding kunnen we dingen verbeteren. Dat is echt mijn stellige overtuiging. En daar wil ik ook voor gaan. En binnen de politie, binnen mijn rol als teamchef, binnen mijn rol als portefeuillehouder, kracht van het verschil, kan ik daar verschil in maken binnen mijn eigen organisatie. En eventueel met de GGZ of met het onderwijs, waar we ook contacten mee hebben. Om het erover te hebben, om het bespreekbaar te maken. En om het niet te ontkennen, maar om te zeggen, het is er gewoon. En hoe gaan we ermee om? Hoe kunnen we dingen verbeteren? Waarom is dit zo belangrijk? Want wat doet dit met vrijheid? Ja, het is heel beperkend in vrijheid. Mensen voelen zich niet vrij, omdat ze iedere keer het gevoel hebben deksel op de neus te krijgen. En zolang dat zo is, is er geen ultieme vrijheid. Wat is vrijheid voor jou? Vrijheid voor mij is dat ik mij vrij kan bewegen, dat ik mijn leven kan inrichten zoals ik het wil, met mijn overtuigingen. Rekening houden met een ander. Kiezen op vrijheid? Vrijheid. Waarom? Ik zie je denken. Ja, kijk, je kan kiezen voor dingen, maar het is maar de vraag of je de vrijheid hebt om dan de keuze uit te voeren. Dus vrijheid is belangrijker.